jullie verwachten vanavond? Ja, een mondige verstelling verwachten wij. Ja, denken wij wel. En dat gaat de geschiedenis hoeken in. Ik doe net in de film, dus ik denk dat ik de nee James Bond hoor. Ja, ik ben benieuwd. Een kijkje achter de schermen en hoe gaat het er daar aan toe? Dus de dingen die we nooit zien, hoop ik hier te zien een keer. Ik denk dat het hartstikke mooi werd, dat weet ik heel zeker. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben heel benijd, ik wil het heel graag zien. Nou, ik verwacht heel veel. Ik verwacht een hele mooie, indrukwekkende film van wat ik gehoord heb. En wat ik ook Teun heb gezien het hele jaar door. Die heel actief is gefilmd en gelobbyd om die film te verwezenlijken. Dus ik denk dat we een trotse Teun gaan zien en een hele mooie film. Dat ik erin zit, hoop ik. Dat verwacht ik. En als het niet zo is, dan hoop ik dat het een hele mooie film is. Want dan kan die alleen maar beter worden. Oké, maar hebt u wel een auditie gedaan? Nee, maar dat hebben de anderen ook allemaal niet. Natuurtalent. Ja, laten we het daar maar op houden, ja. Wat ik ervan verwacht? Iets fantastisch moois. Ik heb een klein beetje bij me gedragen. Ik ook een interview mogen doen. En als ik zie hoe Teun dat allemaal gedaan heeft, complimenten. Hoeveel tijd hij erin gestopt heeft. Eén groot applaus voor hem. Nou al. Ik vind het echt een hele, hele mooie avond. Echt, nu al. Het moet nog beginnen. Maar als ik zie hoeveel mensen er komen en hoeveel mij al aan het aanspreken zijn en mij al complimenten geven voordat ze de film hebben gezien, dat is wel heel eng natuurlijk. Maar ik vind het echt fantastisch. Wij mensen, welkom op de première van Het zal er altijd blijven krullen. Een documentaire gemaakt, natuurlijk de Teun Rutte, de wetten jullie. En dat is een documentaire die een gigantische bult werk heeft gekost. En eigenlijk vooral door Teun. Wij hebben er weinig aan gedaan, we hebben gewoon ons ding gedaan. En natuurlijk de andere vastelovend vierers hebben gewoon hun ding gedaan. Af en toe een interview, af en toe wat gesprekken met Teun. Maar vooral Teun heeft er heel veel werk aan gehad. Ja, en ik zal in die lange spanning houden, want ik zal hem even, ik had gezet, ik zal hem even aankondigen. Maar Teun, kom maar naar voren, want hier is hij dan, jongens. Onze regisseur, geluidsman, editor, scriptgirl, producer en man van de avond, Teun Rutte. Er werd mij verteld om het heel langzaam te doen. Kan iedereen mij horen? Even kijken. Allereerst een woord van welkom aan Bombakkers met Prins Joris en Prinses Niki. De Kordradekevers met Prins Thijs en Prinses May. En de Waggelaars met Prins Jan en Prinses Marianne. Welkom sponsoren, uitgenodigden. Vastelavondvierders, Gennepenaren, familie en mijn vrienden van boven de rivieren die doodsbang zijn voor carnaval. Leuk dat jullie er zijn. Tot slot, zal zeker niet de laatste documentaire zijn die ik ga maken. Er zijn zo ontzettend veel verhalen in de regio. Maar voor de komende maanden ga ik eerst genieten van de vastelavond, dit keer zonder zorgen of het er wel allemaal op staat. Nogmaals bedankt voor het komen. Geniet van de film. Het is 20 jaar geleden dat ik dit had mogen zeggen toen ik nog kleuterprins was. Het krult er! Mooi! Het krult er! Mooi! Ik zal er altijd blijven krullen. Mooi! Dank jullie wel. Vanaf 11 naar 0. 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De nieuwe prins van de Bombakkers is Stetti, prins!
Wat een meesterstuk, jongen. Echt. Geweldig. Kom maar even over die stoel. Ja, dit is, je hebt het wel gezien, het is veel werk geweest, maar het is echt de moeite waard geweest. En we hebben de first action maar gezien als bestuur, maar ik had er nog wel veel mee gedaan dan nou, geloof ik. Ja, een klein beetje feedback hebben gegeven, dat was niet veel, maar je hebt nog daarna nog behoorlijk wat gepolijst en geschaafd. Nou, ik moet echt zeggen, het is echt geweldig. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, en dan toch maar even, jullie willen daar natuurlijk allemaal teun, ergens vasthalen en ergens een hand geven, dat weten we allemaal wel, dat gaan we ook doen. Maar we laten teun natuurlijk ook niet zomaar met lege hand gewoon, dus ik zou echt willen vragen of de hoogheid even deze kant op komen. Ja, want we laten teun niet met lege hand gewoon, jou, je kunt hem natuurlijk nooit betalen voor wat hij gedaan heeft, zeker niet. Maar dan neem maar bier, dat moet toch kunnen, dachten wij. Dus bij deze, en dan neem maar bier, pap, roept hij al. Wij dachten dat we al gepast cadeau zou zien. Dus bij deze, Prins Joris zal hem ergens aan overhandigen. Ja, dat ook nog. Ja, en natuurlijk willen we ook nog wel hier nog meer waarderingen geven. En dat doen wij met onze huisarde. Die ontvangt Teun bij deze. En Teun weten we eigenlijk wel in de goed gezelschap. De huisarde, ook Frans Timmermans. Ja, de Frans Timmermans had hem. Frans Teun is van vorig jaar. En ze zien er nog een hele hoop andere prominente mensen die de huisarde van Bombakkers hebben mogen ontvangen. En bij deze kreeg hij ook de huisarde van het Bombakkers. Proficiat, hoe voel je nou? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit krijg. Ik weet wel een beetje wat het is, maar ik dacht misschien kijken medaille van de prins of zo, maar dit is echt onbegrijpelijk. Nee, dat is, weet je wel, eigenlijk is dit ook een beetje het werk van iedereen die eraan mee heeft geholpen. Iedereen een stukje, of het nou iemand is die heeft ingestemd om mee te helpen, om erin te zetten, mensen die de omroep. Random nieuws, mensen, mijn ouders die mij hebben geholpen, zonder hun was, zonder al die mensen was dat nooit gelukt. En ik vind het altijd lastig om, weet je, ik heb hier wel heel veel werk in gezeten, ik vind het altijd lastig om dan al die eren in mijn eentje te krijgen. Terwijl de mensen dan zelf zeggen dat ik het ook verdien, maar nogmaals, ja, dat, ik heb bijna geen woorden. Nee, ik kan veel lullen, maar nu ben ik even stil. Het is echt bizar. Dan kan je nou lekker goed opteren, of niet? Nou, het is nu nog een beetje een surreële droom volgens mij dat ik hier sta. Want ik heb net gekeken. Ik heb hem 100 keer gezien natuurlijk tijdens het video bewerken. Alleen toen ik net zat om het te bekijken met alle mensen en alle reacties te horen. Het leek net alsof ik helemaal opnieuw voor de eerste keer keek. Dat is echt fantastisch. Wat ga je nou dadelijk doen? Slapen. En dan, weet je, er zijn plannen. Andere plannen dan dit. Ik wil meer vertellen over de regio. Maar ik wil het wel af. Ik heb hier zoveel van geleerd. En ik ga het ook anders aanpakken. Dus het kan alleen maar beter worden. Wat vonden wij van de film? Ja, fantastisch. Ja. Trots op Teun? Altijd, maar nu extra. Ja. Nou, ik ben hartstikke trots. Ja, super trots. Kan niet anders zeggen. Had je al flitsen van de film gezien of was dit ook voor jou helemaal nieuw? Nee, ik heb hem samen met hem gekeken. Hij had toch iemand nodig om toch even te kunnen sparren. En ja, dat hebben we samen gedaan. Dus ja. Heel mooi. Heeft hij echt heel knap gedaan. Ja. Genoten. Ja, enorm genoten. Heel mooi document geworden. Moeders, ben de trots? Heel trots. Wij hadden nog niks gezien, dus heel mooi. Super mooi en super trots. Ja. Ik vond het echt geweldig. Echt genups. Precies zoals wij ook het hele jaar door de vastelovend beleven. Dus ja,
ik heb ervan genoten. Het is heel herkenbaar wat er allemaal gebeurt. Ja, ja, zeker weten. Van begin tot het eind. Natuurlijk niet hoe dat gaat met het uitroepen van de prins. Dus dat is mooi dat we nu ook mee gekregen hebben. Dan weten we dat ook voor het. Hoeven we ook niet meer over na te denken dan. Nee, het is geweldig. Echt een pluim van teun. Echt waar. Helemaal top. Ja.